Rabo-parlementariër Ronnie Brunswijk heeft veel belangstelling voor de projecten die president Bouterse gisteren heeft aangekaart in zijn jaarrede. Het gaat om de projecten die vooral de kleine ondernemers moeten ondersteunen. We spraken de parlementariër na de jaarrede van de president. Brunswijk is de mening toegedaan dat er een aantal belangrijke dingen zijn gezegd, maar de uitvoering van die zaken is nog belangrijker. Wanneer deze zaken in uitvoering worden gebracht, zal er misschien wat verlichting komen, geeft de parlementariër aan. Als die dingen komen, dan denk ik dat er een beetje verlichting gaat komen. Maar telkens zegt men, er gaat dingen komen, die gaat komen en dat gaat komen. Er gaat weer een ziekenhuis gebouwd worden en die dingen komen maar niet van de grond. Dus maar in ieder geval, ik heb goed geluisterd, we gaan nog bestuderen. Maar in ieder geval, er zijn heel goede dingen aangehaald die vooral die projecten, ik ben geïnteresseerd. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt dat de president in zijn jaarrede merendeel de focus heeft gelegd op de economie. Want dat is wat het volk momenteel knelt, geeft zij aan. Bij de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee zal er dieper op de veiligheid van het land worden ingegaan. Zo zal er gesproken worden over de garanties die bijvoorbeeld bij de politie zijn ingebouwd, geeft de bewindsvrouwen aan. We zijn ermee bezig. Ik zat net te praten met iemand dat ik voor die 110 recruten dit jaar geld moet hebben. Want dan kunnen ze al getraind worden. Enzovoort. Dus ik ga nu daarvoor vechten. Want ik heb ruimte op mijn begroting. Ik moet de autorisatie krijgen en de kredietopening. Maar het moet dit jaar, moeten we de recruten officieel aannemen. Geweldig. Korpschef, is dat muziek voor u? Dat is helemaal in de lijn der verwachtingen. Overigens, in alle voorgaande interviews waarmee gevraagd wordt hoe wij omgaan met de situatie, stress ik dat het nu uitdagend is. Maar dat er hoop is voor de toekomst, omdat we vanuit het ministerie, vanuit het beleid van de regering, voldoende garanties hebben gehad dat we zeker het komende dienstjaar verbetering zullen hebben in de situatie. Wat doet het u wanneer critici of andere mensen aangeven, als u even keert, aangeven van het veiligheidsgevoel is weg, de criminaliteit stijgt? Wat ik doe? Nou, ik heb begrip voor de uitspraken, omdat een gevoel is iets subjectiefs. Heeft absoluut niets te maken met aantallen cijfers en dergelijke. Daarnaast is het inderdaad zo dat we de afgelopen periode zeker meer geweld hebben gehad bij de berovingen. En het is absoluut niet goed te praten dat mensen in de veilige omgeving van hun woning, weet u, dat is ook voor ons als politieorganisatie iets waar we keihard tegenaan gaan. En daarom zijn we heel erg voor content. En we kijken uit naar de concrete invulling van, zoals de president in zijn jaarrede heeft gezegd, en straks wanneer de begroting behandeld moet worden. Aldus korpschef Agnes Daniels, gisteren bij de Nationale Assemblee, waar president Desi Bouterse zijn jaarrede hield.